Een eerste indruk kun je maar één keer maken en het uiterlijk speelt daarbij natuurlijk een niet onbelangrijke rol. We letten natuurlijk op een hele hoop dingen als we mensen ontmoeten, maar tanden is toch wel een hele belangrijke, mooi gebit. Het is een business waar miljoenen euro's in omgaan, want iedereen wil natuurlijk die killer smile. Vandaar dat we vandaag op bezoek zijn bij de Victor en Rolf onder de tandartsen, Kleinsman en Kleinsman. Richard Kleinsman, aangenaam. Ik dacht eerst, ik ben verkeerd hier. Een beetje een soort van vijf sterren hotel. Ja, dat hoort er tegenwoordig bij. Hè. Je moet met de tijd meegaan. En dat hoort, als je mooie tanden maakt, dan moet je ook zorgen dat je er toch goed bij zit. Ja. Wat gaan we doen vandaag? Nou, zoals bij alle nieuwe patiënten die bij ons binnenkomen, doen we een intakegesprek. Ja? En dan gaan we eigenlijk bespreken wat we allemaal kunnen doen bij jou. En wat er nog te redden valt. Ga mee. Oké. Maar Richard, jij doet dit met je broer toch? Ja, eigenlijk al sinds 1990 zijn we in Bocholt werkzaam en met z'n twee. En tegenwoordig ook in Bocholt en Duin. Ja, maar met z'n twee begonnen, inmiddels 40 man geloof ik. 40 man, ja. Hier moeten we binnen, hè? Oké. Okay. Dan gaan we eerst even de afzet maken. Ja. En die afzet wordt uitgegoten in gips. En daarop gaat Loek het malletje maken waarop we kunnen laten zien hoe het gaat worden bij je. Ja, mag je iets over doen? Zo moet het. Ja, het is, een hele grote mond zit over, die is erg breed. Ze hebben de maximale lepel gepakt, Mariska. Dit is de afdruk. Mm-hmm. Die komt net uit je mond, die gaan we uitgieten in gips. Ja. Dan gaat de techniek met het model aan de gang om eigenlijk de vorm van vroeger, die je ooit gehad toen je 18 was, voordat je het ging knarsen, om dat weer te herstellen. Dus eigenlijk, iedere klant die hier komt, krijgt een preview. Ja, exact. Uiteindelijk, je kan pas een keus maken als je weet hoe het eruit gaat zien. Van hier. Hier wordt druk aan mijn gebit geknutseld. Ja. Hier Hallo. Vanuit Mariska. Wat is de schade? ik heb net een modellen gekregen en ik heb die tanden heb ik even veranderd. Een nieuwe vorm creëerd, omdat ze toch een beetje afgesleten zijn. Ze zijn een beetje te kort. En wat ik dan gezien heb, het is niet alleen de lengte, het is ook een tikje de oppervlakte. De glazuur is een beetje te weinig. En daarom heb ik de tanden iets meer volume gegeven, een tikje meer lengte. En hoe doe je dat, volume maken met je tanden? We veranderen het met wax. Krijg ik konijnentanden van je, hè? Zeker niet. Zeker niet. Nou, Richard, dit ziet eruit als een fantastisch gebit. Ja, het is een ideale plaatje. Zoals het daarna geworden is. Heb je eigenlijk van die hele dunne facings opgeplaatst zonder dat ze aan de tanden geslepen hebben. Okay. Van die lensachtige facings. Jeetje, dat is echt niet te geloven. Zo'n spleet. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Dan worden die tanden toch heel breed? Ja, dat kun je zo laten zien. En dan moet je, als je dan dit plaatje ziet, dan zie je hoe dun dat is. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie minimaal invasieve oplossing waarbij je eigenlijk in je tanden niks doet. Kijk maar eens, dit is het modelletje wat ik van jouw tanden, wat ik van Loek heb gekregen. Hij heeft de vorm een beetje veranderd. Hij heeft ze iets volumineuzer gemaakt en iets langer, wat ook waardoor je tanden een wat sexier uitstraling krijgen. Langere tanden maakt sexy. Kijk, zo leer je nog eens wat. Nou, we zullen het zien. Het zijn hele kleine veranderingen die je eigenlijk niet moet zien. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee, maar als je het ziet is het niet goed. Oké. Okay. Dus ik denk dat we het gewoon moeten laten zien met dit malletje. Oké, okay. Ik mag er zitten. Aan. Kijk, hier doe ik een beetje vloeibare kunststof in. Ja. Druk het even aan. Ja. En laat ik een minuut of twee zitten. Dan kan het hard worden. Oh, gek. Zo. Oh, dat voelt heel raar. Een beetje ruw is kunststof. Wacht even de finishing touch in je lippen geven, dat het een beetje glossy uitziet. Doe je dat altijd, hè? Ja, meestal wel. Ja, ik vind het prachtig. Dat is geweldig. Een spiegel, dan kan ik kijken. Jezus, ik vind dat heel heftig. Ik moet wel echt even wennen hoor. Nou, dat is heel normaal, weet je. Je hebt uiteindelijk de lengte hebben we teruggebracht van toen je 18 was. En daar moet je gewoon even aan wennen. Dat is een half millimetertje wat nu langer is geworden. Een half millimeter? Ja, maar als je een uurtje meer rondloopt, dan weet je niet beter. Als ik het dan afhaal, dan denk je dat ze te kort zijn, dat er een stukje afgebroken is.
heb nou de ene helft, de rechterhelft heb ik afgehaald. En dan moet je kijken of nou je rechterhelft te kort is of de linkerhelft te lang. Oh, ja. Nu zie je dat dit heb je weggekruist. En dit, ja, is eigenlijk links. Ik zie nu ook meer een soort bolletje en een puntje. Nou, bedankt. Ja. Als ik aan tandartsen dacht, dan moest ik altijd denken aan wortelkanaalbehandelingen, gaatjes, mondhygiënistes. Maar als je hier binnen gaat, nou, het is voor mij in ieder geval een hele wereld open gegaan van wat is er ontzettend veel te doen op het gebied van je tanden verfraaien. Nou, ik moet even nadenken over dat volume en die tandverlenging. Ja, dat sexy is dat toch niet helemaal lekker.